kraantjes of een ferry. Maar nog niet op zo'n grote boot als Mozeeships. Mijn vader werkt als medisch technicus. Hij doet dat medische apparatuur dat is kapot gegaan. Papa niet was en hij zal ervoor lang. Dan gaan alle apparatuur op een moment kapot. Als papa ze dan niet maakt, dan kun je daarna niet meer opereren. En ik vind het eigenlijk wel leuk dat we een kleine cabin hebben. Het is wel leuk om naar een paar boots in te kijken en zo. We hebben veel speelgoed en allemaal dat soort dingen. Ik ben Matthijs en mijn familie leeft op de Afrika Mercy.